Nou, wie kom ik nou tegen, zeg? Oké, goedemorgen. Ik word helemaal lijp. Ze zijn aan het werken in huis. Er zijn allemaal vreemde mannen in mijn huis. En ik word er gewoon echt heel onpasselijk van. En ze maken echt een ontiegelijk lawaai. Maar echt gewoon... Hier beneden valt het wel mee. Maar net in mijn bed dacht ik echt... En dat gaat 3 dagen duren. Nou echt, ik kan wel janken. Ik ga vandaag in ieder geval kijken of ik bij papa kan zangles kan oefenen. Zodat ik de hele middag weg kan misschien. Ga ik misschien met mijn moeder mee naar de werk. Maar ja, die moet wel om 7:15 werken. Dus love it. Ik ga hier echt niet thuis zijn. Verschrikkelijk dit. Echt, waarom moet het ook 3 dagen duren? Even serieus. En volgens mij heb ik een beetje een allergische reactie op nachtcreme die ik gisteren heb gebruikt. Want check even hoe rood ik ben. Ik ben altijd wel een beetje rood, maar dit is wel heel overdreven. Nou ja, in ieder geval, dit is gewoon puur kut. Ik ben ook zo wit. What the fuck? Wat is dit? Dus ik moet niet ziek gaan worden hoor. Op het, ja, ik was natuurlijk al een beetje ziek, maar... Ik ben echt fucking wit. Nou ja. Nou, dit wordt weer een dag op de bank, denk ik. Gok ik. Ik ben lekker Netflix aan het kijken. Love my life. Er zit een bunker tussen ons. Er zit een bunker tussen ons. Een scheiding. Klopt. Nee, ik ga niet kijken. Wil je me daar niet filmen? Wel. Nou, ik ben ingepakt, want het is super koud buiten. En ik ga lekker naar papa's kantoor en dan ga ik lekker zingen. En weg uit dit verschrikkelijke hol. Nou, ik ben aangekomen in papa's kantoor. En ik ga nu even inzingen en dan ga ik zo meteen oefenen. En ja. Superleuk. Nou, ik vind het wel chill, want nu hoef ik tenminste niet thuis te zijn met al die herrie en lawaai en... Ik heb echt absoluut geen concentratie meer. Dus ik denk dat ik zo naar huis ga. Het is 4:30. Nou, echt. Concentratie is gewoon echt gone. Het lukt me allemaal even niet meer. Mijn stem werkt ook weer even niet zo goed mee. Dus ik vind het goed. Ik ben er klaar mee. Ik heb niet echt mijn dag. Nou, ik kan beter zeggen, ik heb niet echt mijn week deze week. Het gaat gewoon allemaal niet zoals ik wil, maar goed. Nou, wie kom ik nou tegen, zeg? Het is me again. Achter het hek. Ik ben niet eens scherp. Fijn om je muil. It's me. Ja, te grappig. Mijn vaders kantoor, zeg maar, daarachter. En hier is het kantoor van haar ouders. Ja, dit is mijn ouders en winkel. Wil je het zien? Ja, best wel. Okay. Vind ik wel leuk. Oké, ik heb net gegeten en ik ga zo meteen naar dansen. Superleuk, ja. Goed verhaal, Pam. I know, right? Maar in ieder geval, ja, ik ga zo meteen dansen, dus... That's my Wednesday. Back to the start, running in the sun.
Het is weer zover. Hey, het is Harry in de drijftrol. Je bent echt niet een echte fan. Sorry. Ik dacht dat je een echte fan was. We gaan het opnieuw kijken. Je moet hem harder doen, want zo meteen komt ons leuke intro. Ik heb net geleerd, je moet voorover hangen. Lijkt je dunner. In de druiventros, in de druiventros. In de druiventros. Hij zit ook gewoon in het intro. What the fuck? Ros. Ik ga toch helemaal stuk. Het erge is dat ik dit soort feestjes ook leuk vind. Nou, de burgemeester is ook van de partij. Waar sloeg die knop nou op? Jeffrey Hezen. Die ken ik niet. 50 jaar leert Jan van Hoff ons hoe mensen zijn. Kijk naar de poesjekie. Oh, wat een lieve poes met de pootjes. In december brengen we ouderen aan vergeten kerstparels. Straks RTL 1 uit op RTL 4. Poesie. Hallo poesie. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cheap Tickets. Ik wil niet op beeld, hè. Nee! Ah, Pamela. Ah, de druiventros is weer begonnen. Oh jee! Oh jee! Oh jee, poes! De druiventros is begonnen. Ik wil het niet. Ik wil het niet. All I want for Christmas is you. Kijk, mijn grote vriend kerstboom. Ik ben weer lekker in mijn gezellige kamertje met weer lekker de lampjes aan. En ik word daar altijd zo gelukkig van. Echt, mijn kamer vind ik altijd eigenlijk het leukst als het avond is. Dan doe ik altijd alle lichtjes aan. Ik heb nu niet alle lichtjes aan, maar normaal doe ik dan alle lichtjes aan. En dat vind ik zo leuk. Het is alleen wel vervelend dat hij nooit scherp wil stellen als het donker is. Nou, in ieder geval. Mijn camera die wil altijd alleen maar onscherp worden met dit licht. Bitch. In ieder geval, ik ga de vlog bij deze afsluiten. Dus... heel erg bedankt voor het kijken. Milou komt er ook even lekker bij. Ik geef het op met scherp worden. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie morgen weer.